Václav Havel, bijvoorbeeld, in, in toenmalige Tsjechoslowakije, andere landen. En ik voel mij verwant aan al die vernieuwers, aan al die mensen die we hebben gezien in de geschiedenis. die fundamenteel anders aankeken tegen een bepaalde politieke. of anders sinds een bepaalde orde, een bepaalde gevestigde orde. En die lange tijd niet begrepen werden, weggezet werden. Maar ik geloof dat. Over niet al te lange tijd, mijn gelijk, het gelijk van Forum voor Democratie over al die grote onderwerpen waar hier uh, ja, fundamenteel anders over wordt gedacht, dat ons gelijk spoedig zal worden bevestigd. Niet alleen in de situatie in Oekraïne.